Dit filmpje gaat over de opvattingen van Thomas Koen over wetenschappelijke revoluties. Ik sluit ermee aan met de volgende leerdoelen. De kandidaten kunnen het paradigmabegrip van Thomas Koen uitleggen. en aan de hand daarvan kritiek leveren op het verificatiecriterium en het falsificatiecriterium. En de kandidaten kunnen uitleggen hoe Koen de structuur van wetenschappelijke revoluties analyseert. Nou, um, Koens wetenschapsfilosofie is. In zekere zin prescriptief um, prescriptieve wetenschapsfilosofie. Namelijk filosofie die dus voorschrijft wat wetenschappers moeten doen. Um, maar Koen baseert zijn prescriptieve wetenschapsfilosofie op zijn descriptieve wetenschapsfilosofie. Filosofie die beschrijft wat wetenschappers feitelijk doen. En um, Koen baseert dus inderdaad die prescriptieve wetenschapsfilosofie op historische, descriptieve wetenschapsfilosofie. Dus hij kijkt eigenlijk naar de geschiedenis van de wetenschap. En op grond daarvan zegt hij: dit zouden wetenschappers um, moeten doen. En hij verschilt daarmee van veel voorgangers um, binnen de wetenschapsfilosofie, die zich niet zo heel veel gelegen lieten aan wat um, wetenschappers nou feitelijk doen. Nou, belangrijk binnen Koens opvattingen en binnen Koens filosofie is het begrip paradigma. Want volgens Koen spelen paradigma's een enorm belangrijke rol in hoe wetenschappers feitelijk werken. We kijken nu dus naar het descriptieve deel van zijn wetenschapsfilosofie. Paradigma kent in het werk van Koen heel verschillende uh, definities. Sommige kenners van het werk van Koen zeggen zelfs dat er meer dan twintig definities van het begrip paradigma te vinden zijn in zijn hoofdwerk, The Structure of Scientific Revolutions. Maar later definieert Koen het paradigma-begrip op twee verschillende manieren. Allereerst definieert hij paradigma als uh, exemplarische wetenschap, in het Engels exemplars. En dat zijn voorbeelden van uitstekend wetenschappelijk onderzoek. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan uh, het werk van um, Galileo, Galilei, het werk van Newton of het werk van Darwin. Het paradigma kent ook een andere definitie, namelijk de definitie wat. Van wat Koen later noemde de disciplinaire matrix. En daarin is mijn paradigma een gemeenschappelijk referentiekader. Dus een gemeenschappelijk um, nou ja, kader van manier van denken, zou je kunnen zeggen, waarbinnen wetenschappers werken. Dus dat hoort bij de taal die ze spreken, dat hoort bij modellen die ze gebruiken, dat hoort bij bepaalde waarden. En dan hoort dus ook, uh, hoort ook dat soort voorbeelden van uitstekend wetenschappelijk onderzoek bij. Koen zegt paradigma's, hoe je dat nou precies definieert, spelen een enorm belangrijke rol in de wetenschap. En um, daarom is het ook interessant voor ons om kort een soort illustratie te geven wat een paradigma dan is. En dat doen we dan door te kijken naar het paradigma van het behaviorisme. We bekijken hier niet alles, want het paradigma is natuurlijk enorm uitgebreid. En het behaviorisme is een bepaalde stroming binnen de psychologie die uh, halverwege um, de vorige eeuw heel populair was. En het uitgangspunt of het paradigma van het behaviorisme zegt dan nou eigenlijk... leren werkt hetzelfde in alle wezens. Vandaar ook het plaatje van duiven die hiernaast staan, die dus ook iets aan het leren zijn. En leren is volgens het behaviorisme een kwestie van het versterken en uitdoven van gedrag... door positieve en negatieve prikkels. Dus als je uh, meer positieve prikkels hebt, dan versterk je dat gedrag. Als je meer negatieve prikkels hebt, dan doof je dat gedrag uit. En dit zijn eigenlijk hele centrale onderdelen, op zijn minst, van het paradigma van het behaviorisme. Nou, Koen zegt dat ontwikkeling in de wetenschap eigenlijk ontwikkeling is van paradigma's. En zijn bewering is dan ook dat er binnen um, één wetenschapsgebied op een gegeven moment ook maar één paradigma heerst. En um, de ontwikkeling van die paradigma's, die komt doordat er meer of minder vertrouwen is in een paradigma. Dus we kijken hier eventjes naar dit tabelletje en we zien dan aan de linkerzijde dat um, er staat het vertrouwen in een paradigma. Nou, um, Kuhn zegt eigenlijk dat er vier verschillende fases zijn te onderscheiden in de ontwikkeling van paradigma's. We beginnen allereerst met een onvolwassen wetenschapsgebied. In een onvolwassen wetenschapsgebied is er eigenlijk nog geen paradigma, omdat het wetenschapsgebied daartoe nog niet voldoende tot wasdom is gekomen. Maar dan gaat er op een gegeven moment een fase aanbreken van normale wetenschap. En de fase van normale wetenschap is er groot vertrouwen in één paradigma. Wetenschappers zijn, zo zegt Koen, op het moment dat er sprake is van normale wetenschap vooral bezig met het oplossen van zogenaamde puzzels. En hij noemt puzzels omdat hij op een aantal fenomenen wil wijzen waar wetenschappers op het moment dat je uh, in een normale fase van wetenschappelijke ontwikkeling zit, waar ze mee te maken hebben. Kijk, um, een puzzel is in zekere zin een beetje triviaal. De echte grote vragen worden niet gesteld, want aan het paradigma wordt niet getwijfeld, aan de fundamentele uitgangspunten wordt niet getwijfeld. Bovendien is het zo dat je bij een puzzel um, automatisch weet. Dat je een oplossing voor kan vinden. En ook dat is zo dat er binnen um, een fase van normale wetenschap uh, vanuit wordt gegaan dat de problemen waarmee een wetenschapper bezig is, dat die binnen de aannames van het paradigma, dat die daar binnen um, ja, ja, uh, opgelost uh, zouden kunnen worden. En um, als je aan het uh, puzzelen bent, ben je ook, zou je kunnen zeggen, um, de uitwerkingen van het paradigma, de gevolgen van het paradigma aan het naplozen. Nou, dan ontstaan er zogenaamde anomalieën. En Anomalieën zijn onverwachte waarnemingen, zijn waarnemingen die dus niet stroken met het paradigma. Als we terugkijken naar um, het paradigma van het behaviorisme, dan zou er dus iets moeten zijn waarvoor geld leren vindt, niet in alle wezen op dezelfde manier plaats of niet door versterken en uitdoven. En dat zien we bij bijvoorbeeld misschien meerdere wezens. En dan krijg je dus meer anomalieën. En op een gegeven moment ontstaat er dan een crisis in de wetenschap. En die crisis die ontstaat doordat er te veel anomalieën zijn. En je ziet dat op dat moment het vertrouwen in het heersende, het oude paradigma, behoorlijk laag is. En je ziet bovendien een heel aantal uh, verschillende nieuwe paradigma's opkomen. Want tijdens een crisis zijn er nieuwe paradigma's die... Um, allemaal als het ware de competitie aangaan om het nieuwe heersende paradigma te worden. Nou, dan is er een fase van uh, revolutie. En een fase van revolutie, daar um, is het zo dat er uiteindelijk een uh, situatie is. Hè? Dus de crisis is eigenlijk meer een moment. En de revolutie uh, is uh, de daadwerkelijke strijd, zou je kunnen zeggen, tussen. De paradigma's die ontstaan dan. En op dat moment um, is er sprake van um, daarna. van de keuze van een paradigma. en van het ontstaan van normale wetenschap weer. En de onvolwassen fase wordt dan natuurlijk overgeslagen. want er is ooit een paradigma geweest. Goed, nou ja, als we kijken naar hoe dat dan gebeurde bij behaviorisme. dan komt die crisis eigenlijk door Noam Chomsky. Chomsky wijst namelijk op wat hij noemt de poverheid van de prikkel. Uh, de prikkel om taal te leren voor mensen is niet rijk en niet accuraat genoeg. Rijk genoeg is hij niet, want bijna niemand zegt wat je niet moet doen. Dus niemand leert je echt actief af, zegt uh, uh, Chomsky, uh, hoe je een bepaalde manier van taal moet gebruiken. Maar dat zou je wel moeten doen om taal te leren. En bovendien is het ook niet accuraat genoeg, want heel veel zinnen bevatten grammaticale onjuistheden. En toch leren mensen over het algemeen heel erg prima de taal, zegt Chomsky. En dat heeft dan dus niet te maken met versterken of met uitdoven, want je wordt eigenlijk niet voldoende uitgedoofd. Je krijgt niet voldoende negatieve prikkels, en je krijgt ook niet voldoende positieve prikkels. En toch leer je het. Dit heeft een crisis binnen het behaviorisme veroorzaakt en uiteindelijk een nieuwe revolutionaire zoektocht naar een nieuw paradigma gestart. Nou, dit was eigenlijk het descriptieve deel. Maar nu moeten we naar het prescriptieve deel van de wetenschapsfilosofie van Koen. Um, en uh, Koen zegt: wetenschappers, zo, of wetenschapsfilosofen zoals Popper of Fireabend, uh, die zeggen eigenlijk: wetenschappers moeten constant openstaan voor revolutionaire inzichten, die hebben een soort progressieve Opvatting over wetenschap. Maar Koen zegt, um, wetenschappers moeten niet te snel de revolutie starten. Want als ze dat iedere keer zouden doen, dan zouden ze iedere keer hun paradigma, paradigma moeten laten vallen. En eigenlijk zonder paradigma kun je niet werken. He, denk nog even terug, in de normale fase zijn ze aan het puzzelen. Zijn ze de implicaties van een paradigma aan het uitwerken. En uh, als je dat niet doet, dan, dan kom je nergens, zegt Koen. Dus Koen is in een zekere zin wat conservatiever, hoewel hij ook natuurlijk uh, het idee heeft dat op het moment dat er een crisis is gestart, die revolutie iets goeds is. Goed, um, dan kun je nog bedenken eigenlijk: van oké, okay, uh, maar we moeten dus behoudend zijn, we moeten eigenlijk vasthouden in een zekere zin aan het paradigma. Um, is het niet zo dan dat dat paradigma helemaal onze manier van kijken op de werkelijkheid uh, bepaalt? Uh, en dat je zou kunnen zeggen, iets is alleen maar waar binnen een bepaald paradigma? Nee, uh, dat is niet zo. Zo zegt ook Tim de Meij, de auteur van uh, het examenboek. Uh, hij zegt, uh, je hebt wel, uh, er is wel sprake van zogenaamd overtuigingsrelativisme. Dus wat een wetenschapper voor waar aanneemt, wordt door het paradigma bepaald. Maar er is geen waarheids- of werkelijkheidsrelativisme. Dus wat waar of werkelijk is, wordt uh, niet door het paradigma bepaald, zegt um, Koen. Dus het idee dat je aan, vanuit Koen's theorie af kunt en dat waarheids- of werkelijkheidsrelativisme klopt, dat is niet zo. Nou, um, dan zou je nog kunnen afvragen: oké, okay, dat is dan misschien wel zo. Maar um, als het paradigma eigenlijk bepaalt in een zekere zin wat uh, goede wetenschap is, uh, hoe kunnen we dan los van een bepaald paradigma beoordelen of uh, een wetenschapper goed bezig is? Want dat is natuurlijk wel wat bijvoorbeeld een activistisch scepticus heel graag zou willen doen. Um, nou, dat is dus heel moeilijk, want de kwaliteit van wetenschappelijke opvatting is eigenlijk alleen maar te beoordelen binnen een paradigma. Alleen door te kijken of iets past binnen een paradigma kun je zeggen: dit is een goede wetenschappelijke opvatting. Maar je kunt wel uh, een paradigma als geheel beoordelen, bijvoorbeeld door te kijken: is het paradigma consistent met andere opvattingen, of geeft het paradigma aanleiding tot uh, nieuwe ontdekkingen, of uh, verenigt het verschillende. Um, Wetenschappelijke opvattingen met elkaar. Dus individuele opvattingen, die krijgen eigenlijk alleen hun waarde binnen het paradigma. Maar het paradigma zelf valt wel uh, in een zekere zin van buitenaf uh, te beoordelen. En in dat opzicht zie je ook dat sommige uh, paradigma's het gewoon beter doen dan andere paradigma's.